De Social Media Conference Suriname 2023 is vandaag officieel gestart. De openingssessie is gehouden door Jean-Luc van Charante, directeur van Ineffable Suriname, de organisatie achter de conferentie. Het thema van de sessie was How Social Media Can Create a Better Future for Suriname. Van Charante stond stil bij het feit dat mensen nu met sociale media van hun hobby hun werk kunnen maken. Er moet een verschil gemaakt worden tussen zaken die je voor de gezelligheid doet en zaken waarmee je geld kan verdienen. It's not always the case that you make money with your passion. If you're not able to figure out how you make money with the thing that you love to do and you're good at, you're not going to earn anything. When it's something you're good at and you earn money with it, then it's your occupation, then it's your job. Now, when you're making money from it and it's good for the world, it's called vocation. So when people talk about a vocational award, it's because of somebody making money, but at the same time, helping the world. And then the final one, something you love and the world needs it, that is the mission. But what you actually want is the sweet spot in the middle. You want to know, what's the thing that I actually love to do? I'm good at it, it makes me money, and it's good for the world. And sometimes that can be really difficult to figure out. Een oproep om tenminste eenmaal per week iets positiefs te posten over Suriname op social media kreeg veel bijval uit de zaal. Van Charante gaat in op het belang van sociale media in een klein land als Suriname. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is omdat we het gat moeten dichten tussen degenen die dagelijks gebruik maken van social media en de mensen die geen gebruik maken van social media of weinig gebruik maken. Het is belangrijk om van beide kanten te weten hoe zij informatie verzamelen, hoe zij informatie delen. En voor onze deelnemers is het vooral heel erg belangrijk, als ik een organisatie ben, hoe communiceer ik naar buiten? Op welke manier bereik ik mijn doelgroep? En hoe zorg ik ervoor dat hetgeen dat ik zeg ook daadwerkelijk aankomt bij die mensen die ik wil bereiken? En lukt het om dat gat te dichten? Ik moet zeggen dat ik heel positief kijk. Ik kijk ook naar de leeftijd van de deelnemers die komen. Er is natuurlijk wel een leeftijdsgroep die de grootste groep is. Maar zoals ik al zei, in mijn keynote gaat het meer om interesse. Als die interesse er is, dan ben je van harte welkom. Maakt niet uit hoe oud je bent, wat je achtergrond is, wat je voor werk dagelijks doet. Als jij een band hebt met social media en je een manier wil vinden om social media op een positieve manier in te zetten, dan ben je van harte welkom. Ineffable wil na deze 7e editie proberen om veel van de problemen die er spelen in Suriname aan te kaarten. Eén hiervan is hoe Suriname geld kan verdienen met de verschillende social media platformen en dat delen met belanghebbenden.